Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland. Maar een hoge druk blijft toch nog wel even van invloed. Morgen trekt er een zwakke storing over het land. Daarna neemt een vlakke rug van hoge druk het weer over. Betekent dat we wat wisselende omstandigheden hebben? Het echte zomerweer zit in Zuid-Europa. En vooral in Spanje, het zuidwesten van Spanje, is het echt loeiheet. Zaterdag wat regen. Zondag knapt het weer langzaam wat op in onze omgeving. Zo zover is het nog niet. We hebben eerst een avond en een nacht te gaan. Vanavond hebben we wat meer opklaringen. De de zon komt nog even tevoorschijn voor die ondergaat. En de temperaturen dalen langzaam naar een graad of 17. Weinig wind staat er, ook vannacht. Met opklaringen, met temperaturen rond de graad of 10. En in elk geval geen neerslag. Daarin komt wel wat verandering. Want morgen in de loop van de dag trekken van west naar oost wat buien over het land. Daar zou ook een keer een klap onweer bij kunnen zitten. In de loop van de middag klaart het van het westen uit weer vaker op. Temperaturen zo'n 18 graden in het noordwesten van het land tot 22 in het zuidoosten. Als die buien een keer weggetrokken zijn of aan het wegtrekken zijn, dan gaat de wind draaien naar het noordwesten en wordt even vrij krachtig, windkracht 5. De dagen die volgen, zaterdag vrij veel wolken vooral in het noorden met hier en daar ook wel wat regen. Misschien nog een klein beetje zon in het zuiden van het land. Temperaturen 18 tot 21 graden. Zondag is het dan gewoon op de meeste plaatsen droog. Met meer ruimte voor de zon. En oplopende temperaturen. Want zondag kan het in het zuidoosten alweer 25 graden worden. Maandag met een wat noordelijke wind. Eventjes weer een kleine daling van temperatuur. Maar de dagen die volgen zien we het kwik verder stijgen. Misschien dat we midden volgende week wel eens in de buurt van de 30 graden gaan komen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.